Een automobiliste in Koog aan de Zaan is gisteren met schrik vrijgekomen toen plotseling een enorme tak op haar voorruit viel. De vrouw stond voor het stoplicht toen de tak ineens afbrak en op haar auto en het bushokje daarnaast knalde. De vrouw heeft glassplinters in haar arm gekregen. Wie aansprakelijk is voor de schade is nog niet bekend. Vandaag wordt duidelijk of kroongetuige Peter Laes ook in hoger beroep terecht moet staan in het liquidatieproces Passage in Amsterdam. Hij werd eerder tot 8 jaar cel veroordeeld. Laes krijgt een veel lagere straf omdat hij tegen zijn medeverdachte heeft getuigd. Justitie vindt dat hij ook in het hoger beroep als kroongetuige moet fungeren, maar daar heeft Laes geen zin in. Hij loopt hierdoor het risico dat hij alsnog tot 16 jaar wordt veroordeeld. Bij een ongeval in Huizen zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt. Op de Kostmand reden 2 auto's op elkaar. Daarbij werden ook nog eens 3 geparkeerde voertuigen geraakt. In een van de auto's zaten 2 mensen en een hond bekneld. Ze zijn door de brandweer uit de auto geknipt en overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens getuigen zou een van de auto's veel te hard hebben gereden. Parkeren op straat wordt in Haarlem flink duurder. Nog dit jaar stijgen de tarieven met maar liefst 20%. Eigenlijk zou de verhoging pas in januari ingaan, maar door het nog voor de feestdagen in te voeren levert het de gemeente al gauw zo'n €140.000 extra op. In de parkeergarages gaan de tarieven niet omhoog. De gemeente Texel heeft opnieuw geld teruggekregen van de IJslandse bank Landsbanki. Volgens wethouder Visman is er €438.000 bijgeschreven. Het is de 4e keer dat Landsbanki een deel van de vordering terugbetaalt. Inmiddels hebben de IJslanders al meer dan de helft van het openstaande bedrag overgemaakt.